Patrick en Justin Kluivert, twee generaties. En dat op een hele speciale dag. 20 jaar geleden won Ajax de Champions League. Dankzij jouw vader. Ja, zeker. Vind ik wel mooi, ja. Hoeveel beelden heb jij inmiddels teruggezien de afgelopen weken? Ik denk wel genoeg om zoals hem proberen te zijn. Want dat was een mooie goal, hè? Ik denk dat u daar heel vaak aan gerefereerd bent. Ja, ik ben er wel heel veel aan gerefereerd. Een mooie goal was het niet, maar wel super belangrijk natuurlijk. En ja, vandaag 20 jaar geleden, ja, het is gewoon ongelooflijk dat het zo snel is gegaan. Ik bedoel, ik ken de hele Champions League van begin tot eind, vanaf de dag, net als de dag van gisteren. En dan, ja, vandaag 20 jaar precies geleden is het een speciaal moment, absoluut. Justin, even over die goal. Was dat nou een echte spitse goal? Ja, zeker. Vind ik wel. Echt, echt een spitse goal, ja. Technisch vaardig was je vader wel, hè? Ja, zeker. Ja. Net als mijn kleine zoon. Ja. Ja, het is wel toevallig dat jij ook spits bent geworden. Of is dat niet toevallig? Ik denk het wel eigenlijk. Maar ik denk dat ik ook liever van scoren hou. Dus daarom ben ik ook denk ik spits geworden. Linksbuiten spits. Ja. Patrick, misschien zegt hij wel, ja, ik wil rechtsback worden. En dan zeg jij, nee, dat gaat echt niet gebeuren. Of is dat niet zo gegaan? Nou, ik heb nog een andere zoon, die is ook verdediger. En die is inderdaad rechtsback. Dus het kan wel zeker. En voor mij is het belangrijkste dat de jongens heel veel plezier hebben in het voetballen. En als je talent hebt, ja, dan zie je wat er van kan komen. Ja, wat goed is, komt snel. Justin, dat geldt eigenlijk voor jouw vader, die al in de A1 zijn debuut maakte. Jij hebt net je debuut ook gemaakt voor de A1. Dat is ook wel bijzonder, hè? Ja, vind ik wel. Voor een 16-jarige een debuut maken in Ajax. Vind ik wel leuk. Ja, want als je dezelfde weg als je vader volgt, nou dan zal je heel snel in de Champions League spelen. Maar dat zit er misschien nog niet in, hè, tegenwoordig? Tegenwoordig niet, maar wie weet. Zomaar. Het kan zomaar gebeuren. Patrick, het is jammer, hè? De tijden zijn wel veranderd. Zeker voor je zoon. De tijden zijn inderdaad veranderd. Ik denk dat het ook met name te maken heeft met het geld wat in omloop is met grote clubs. En daar kan Ajax met name heel moeilijk mee concurreren. En ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar voor mij en voor Justin nu is het heel belangrijk dat hij zichzelf gewoon lekker weet door te ontwikkelen. Het gaat nu hartstikke goed. Ik bedoel, je zegt het net zelf, met 16 jaar debuteren bij de A1. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat kunnen niet veel jongens zeggen die dat meemaken. En ik heb al tegen Justin gezegd dat hij gewoon ervan moet genieten. Altijd zijn best blijven doen, heel veel trainen. En ja, dan komt alles vanzelf wel. Ja, is er ooit een mogelijkheid dat jij hem gaat trainen bij Ajax? Ja, waarom niet? Het is altijd een mogelijkheid. Ik bedoel, Ajax zit in mijn hart. Dat weet iedereen. En wie weet. You never know. Ben je ooit benaderd daarvoor of is daar nooit een gesprek over geweest? Nooit een gesprek over geweest. Justin, luister je dan wel naar je vader als hij jouw coach zou worden? Jazeker. Dan zou wel een raar gevoel zijn, maar ja. Ik zou er wel naar luisteren. Dankjewel.